Hallo allemaal, mijn naam is Gjeld en leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren voor de Kettle Evans Great Ocean Road Race 2023. Voor de mannen, 174 kilometer lang van Gielong naar Gielong. Ze gaan langs de kusten van de Heath en de En dan terug wat meer richtingen, de start- en finishplaats waar ze vier herhalingen doen van een heuvelachtig circuit met de Challenger crescent 900 meter, 9%. En bij de laatste klim is er nog een afdaling, Valsplat. Met nog een klim van 600 meter 8,3%. Het is een wilterkoers, maar niet alle wilterploegen ploegen deden mee. Dus we zagen onder andere geen Kroma, ook geen Jumbo Visma. Wat wel aanwezig was, was UAE met een heel sterke team met veel puncheurs. Maar niet puncheurs die dan nog een hele sterke sprint in zich hebben. Wat Jaiko wel had met Matthews. Taco van der Hoorn was de enige renner die in de ontsnapping solo ging. De bergen probeerde het ook nog. Maar op een gegeven moment ging Taco er gewoon alleen van door. Hij had voor het grootste gedeelte in deze Kettle Evans Great Ocean Race een groot gat van uh, ongeveer 5 minuten. In het peloton werd er gewoon rustig gecontroleerd door uh, Jayco die het meeste werk uh, deden. En ook Uae kwam af en toe een keer met de renner op kop. De eerste echte actie vond pas plaats toen we de eerste keer op de Challenbar Crescent gingen. En die uh, met uh, Uae een uh, redelijk tempo, uh, Uae reed een redelijk tempo met Sjoerd Bax En raakte al een aantal renners in uh, de problemen waar de grote Favorieten die nog kans maakten op de zegen, zaten er nog allemaal gewoon bij. Jonas Rooch en de renner van Arkea waren degenen die in de afdaling ontsnapten. Maar waren natuurlijk geen gevaar. Het plan van UAE was denk ik om op de beklimmingen zo hard mogelijk tempo te rijden. Zodat de verschillende renners zoals Caleb Ewan in de problemen kwamen. Op de tweede klim van de dag zagen we een redelijk uitgedunte groepje. Die eerst Rooch en Cossio weer terugpakten. En even later was ook Taco van der Hoorn weer terug in het peloton. Tussen de tweede en de voorlaatste klim waren een aantal Pogingen van de renners om weg te komen. Wat vaak wel lukte, maar al vrij snel werden die pogingen van die renners toch weer uh, ingerekend door het peloton. UAE was het meest nadrukkelijk aanwezig om uh, renners vooruit te sturen. Finn Fischer Black probeerde het een keer, maar ook Kovi die uh, pleppen meekreeg. Het plan van UAE op een gegeven moment kreeg ik een beetje het gevoel dat ze, naar mijn mening, uh, eerst het uh, tempo gingen rijden, toen met andere renners uh, gewoon probeerden om uh, weg te komen. Want uh, Fine probeerde het ook nog een keer. En daarmee hebben ze ook denk ik de renners van de andere ploegen een beetje mee geforceerd. Het plan denk ik niet dat ze echt hadden om echt één iemand te lanceren op die laatste klim. Het was een beetje ieder voor zich. Op een gegeven moment toen we bij de laatste Challenge aankwamen, hadden we nog best een redelijke grote groep. Juwen zat er nog redelijk goed in de groep. Voor in de groep was het in ieder geval Sjoerd Baks die het tempo bepaalde voor zijn ploeggenoot Hirschi. Die werd uitgespeeld in de finale voor UAE. Maar hij was niet de man die als eerste aanviel op die klim, want dat was Dries Devenhijns. Maar Hirschi liet hem niet gaan en bleef bij hem in het wiel zitten. Sven-Erik Bistrum was de renner die dan uit het wiel van Heersie kwam en over de top van de aanval had hij, over de top van de klim, had hij een gat van ongeveer 20 meter. En Schmid kwam ook weg en reed het gat naar Bistrum. Samen hadden ze ongeveer een gat van 15 seconden, want in het peloton werd er niet door een team bepaald heel snel achtervolgd. Azir de was de ploeg. Toen het gat ongeveer 20 seconden was, begon tempo te rijden. Renners van Quickstep probeerden min of meer te blokken en ook Tempo uit die achtervolgende groep te halen. Want die hadden natuurlijk een renner voorop met de Schmid. En datzelfde geldt met Intermarché, met de Biestrum. Ik denk dat Intermarché dat wel iets beter had kunnen doen. Dat ze iets meer mee gingen helpen om dat tempo eruit te halen. Uit die achtervolgende groep. Maar eigenlijk waren ze, voor mijn gevoel, een beetje ook de renners aan het sparen voor de sprint. Op een gegeven moment in de laatste honderden meters dacht ik wel dat de Schmid en Biestrum het uiteindelijk gingen halen. En samen gingen uitmaken. Wie er met de overwinning van door zou gaan. Maar uiteindelijk werd ze toch teruggepakt. Lupa probeerde het daarvoor nog wel om weg te komen. Maar Jaco had een renner voor Matthews. Voor de lead-out. Die hem eigenlijk terughaalde. Matthews was zelf ook degene die sprinte naar het wiel van Pleb. We hadden in de diepe finale ook nog een valpartijrenner van Quickstep lag er uh, bij. En ook een, een renner van uh, AG2R. Dat was volgens mij uh, Godon. En ook een renner van Ineos nog. Dat was uh, Eden Hether Dus Plep was de enige renner van uh, Ineos die er nog iets uh, uit kon halen. Iets van een goed resultaat. Maar uh, Marius, uh, Marius uh, Meijerhoven koos perfect de slipstream van uh, Plep. En kwam over hem heen. En uh, wint zijn eerste koers op uh, Wilton niveau. En ook sinds hij uh, zijn, uh, na zijn uh, jeugdperiode. Na de finish was hij ook heel erg emotioneel. Zijn beste uitslag bij de pros was denk ik in 2021 in de etappe in Sentimana. Sentimana. achter Maretschko en Kevin is is ook nog maar 22 jaar oud. Maar dit is wel een veel hardere koers natuurlijk dan die in Italië in Sentimana. Hugo Paas voor het tweede, Simon Clark derde, Matthews vierde, Strong vijfde, Juwen zesde, Schmid zevende, Hershey achtste, Benne negende en jean Quinn tiende. Met de zege van Meijerhoven in Australië en Wellsford in San Die Jacobsen vloeg is DSM het seizoen echt goed begonnen. Maar ook Intermarché met uh, Rui Costa in Mallorca. Kobe Grosens ook in Mallorca. Die zelfs uh, twee keer achter elkaar uh, won. Girmay die ook uh, tweede werd uh, vandaag. Dus uh, zaterdag op het moment dat ik deze video opneem. Paas die uh, wordt uh, tweede. Zelf gewoon een hele goede uitslag dan uh, in die Kettle Evans uh, Road Race uh, rijdt. Ik blijf altijd een beetje voorzichtig met de resultaten in uh, januari. En daar bedoel ik mee of een gozer uh, Rui Costa dan ook in uh, de grote races uh, kunnen laten zien, want de concurrentie is in uh, die etappes op uh, Mallorca natuurlijk ook niet pijsterend uh, uh, fantastisch, uh, maar je moet het nog wel gewoon, uh, je moet het alsnog gewoon laten zien. En dat uh, vertrouwen in die ploeg uh, bij uh, intermarché zit natuurlijk ook nu uh, gewoon heel erg hoog. Daarom kijk ik ook heel erg uit of een großes, bijvoorbeeld in uh, de grotere koersen kan uh, ook het kan laten zien uh, later in het jaar. Als ik kijk naar de, wat Jonge renners die ik nu na een paar uh, koersen heb uh, gezien. Het meest vertrouwen heb ik dan uh, in dat hij het uh, verder in het seizoen ook goed gaat doen. Is uh, Hugo Page. Ik verwacht dat hij in een waar Franse 1.1 wedstrijden wel uh, gaat uh, winnen. En hij heeft het vorig jaar ook al behoorlijk goed gedaan in de Dauphiné. Al een paar keer uh, kort gezeten in uh, de uitslag. En ik verwacht dat hij uh, dit jaar echt wel uh, gaat doorbreken. En ik denk dat hij wel een mooie Wildtourkoers, een mooie uh, koers uh, uh, etappe gaat winnen. Datzelfde geld heb ik ook met Mauro Schmid. denk dat hij sowieso een goede aanwinst is... in een aantal wedstrijden op World Tour niveau. voor Quickstep. En zelf ook wel hele mooie dingen dit jaar kan laten zien. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren aan deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duim omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te doen. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's... die online gaan, die online gaan komen. Aankomende week komt nog de grote samenvatting... Op Online ga ik alle etappes bespreken van de San Juan in Argentinië. Die koers met onder andere Evenepoel. En ook komt natuurlijk gewoon de Eredivisie video nog online aankomende week. Waarin ik speel 19 uitgebreid ga bespreken. Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Laters!